Zo, een hele goede avond. Welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is maandag 5 augustus. 7:55. Daar kan ieder moment iemand aanbellen, want er worden straks shirtjes gebracht voor de PR-commissie van de skivereniging. We hebben nieuwe shirtjes, dus die komen ze straks even brengen. Dat is fijn. En ik heb net de weekvlog gemaakt. Die gaat vanavond online. Dat is ongeveer de hele week Project Runway en Diamond Painten. Nou moet ik eerlijk zeggen, dat was ook wel een beetje mijn week vorige week. En nog wel een beetje, want als ik dan eenmaal in zo'n serie zit, ach, kan ik daar naar blijven kijken. Dus als ik daar gewoon zin in heb, dan heb ik daar zin in. Want dat is ook goed, dat is ook hartstikke leuk. Deze week een rustige week voor de boeg. Ik heb niet heel veel plannen. Werken gewoon natuurlijk. Zoals jullie aan het eind van de weekendvlog hoorden, wordt hier beneden, echt het huis onder mij, wordt er verbouwd. Dus het is overdag hier een koleren herrie. Dus op zich is het dan fijn dat ik op mijn werk ben. Dan heb ik daar geen last van. Want om een uur of 5:30 of zo stopten ze daarmee. Dus ik hoop dat het zo snel mogelijk voorbij is, want zo'n herrie, maar goed, moet wel gebeuren natuurlijk. Ik ga even wachten tot de shirtjes er zijn. Goedenavond inmiddels. Je gelooft het of niet, nou je kan het waarschijnlijk aan mijn hoofd al wel zien, maar het is vrijdagavond. Het laatste wat jullie van mij hebben gezien is maandagavond. En toen voelde ik me al niet heel lekker. Moet ik eerlijk bekennen. Ik ben ook vroeg naar bed gegaan in de hoop dat het daarmee een beetje zou oplossen. Toen stond ik dinsdag op, toen dacht ik, nou, dat is nog niet heel veel beter. Maar ik had een hele drukke dag op mijn werk. Dus naar mijn werk gegaan. Daar de dag volbracht met best wel veel pijn en moeite, moet ik eerlijk zeggen. En wel eerder weggegaan, om 4 uur geloof ik ben ik weggegaan. En ben ik eigenlijk mijn bed ingedoken. En 's nachts hoog koorts. En weer een dikke urineweginfectie te pakken. Dat had ik maand geleden. Net na de bruiloft eigenlijk had ik dat ook al. En ik heb er wel vaker last van. Maar zo vlot achter elkaar, dat gebeurt niet vaak. Dus daar baalde ik als een stekker van. Want kijk, ik heb een wasje opgehangen. Ik zweet mijn eigen helemaal de tandjes. Wat was ik aan het vertellen? Sorry, ik werd even afgeleid door mezelf. Dikke koorts. Dinsdagavond werd het eigenlijk steeds erger en erger en erger. Woensdag urine weggebracht. Nou, dikke bingo. Kuur gekregen. Nou, woensdag weet ik ongeveer niks meer van. Want ik heb volgens mij de hele dag geslapen. Hier beneden waren ze toch aan het verbouwen. Dat liet ik toch maandag horen. Nou, normaal gesproken, jullie kennen me een beetje. Zou ik daar helemaal kriegel van worden? Nou, ik heb er of doorheen geslapen of het interesseerde me echt werkelijk helemaal niks. Nou, dan ben ik wel echt knap van de wereld. En hele dag geslapen en 's avonds werd het... Ik had de kuur inmiddels al wel, maar 's avonds werd het nog weer erger. En mijn moeder heeft hier nog een hele poos gezeten. Want ja, echt als ik koorts heb, ben ik gewoon compleet van de wereld af. En woensdag. Donderdagochtend begon de koorts eindelijk een beetje te zakken. Dus toen begon die kuur te helpen. Dus daar was ik wel blij mee. Het is nu vrijdagavond en nu gaat het weer beter. Nou, ik merk dus als ik wat doe, dan ben ik gelijk helemaal geradbraakt. Maar goed, ik ben in ieder geval vandaag de hele dag op geweest. Als eerste. Gisteren lukte het me dat nog niet. Heb ik niet meer de hele dag geslapen. Maar ben ik nog wel de hele dag in bed geweest. Zo'n beetje ongeveer. En vandaag ben ik dan de hele dag op geweest. Dus ik hoop dat ik vannacht ook wel wat beter slaap. Want afgelopen nacht was dat nog niet heel best.
veel gedroomd en zo, maar ja, dat hoort er ook een beetje bij en dat hoort ook bij mij. Dus ik hoop dat dat vannacht wat beter gaat. En dan het weekend nog even verder uitzieken en dan kunnen we maandag weer aan de gang. Maar ja, dat wordt wel een erg korte weekvlog zo. Dus ik heb besloten om de weekend erbij te voegen. En het dan misschien zondag wat eerder af te breken om het dan zondag of maandag online te kijken wel even wat ik doe. In ieder geval vlog ik dan maar eventjes door de komende dagen. Morgen zullen weer niet hele boeiende beelden worden. Want ja, ik ben nog herstellend. Ik ga morgen wel even naar Laura en Roy. Dat vind ik leuk. Want haar vriendin, en die ook getuige was, die komt de foto's kijken. Dus dat is leuk. En voor de rest gaan we het gewoon zien. Ik ben in ieder geval al blij dat ik me wat beter voel. Want ja, de afgelopen dagen was ik niet heel veel waard. En ik hoop ook dat het nu een beetje klaar is met die gezondheid. Nou ja, ik mag niet klagen, want voor de rest heb ik natuurlijk die benen wel. Maar dat is ook allemaal niet zo'n probleem. Tenminste, het is wel een probleem, maar daar kan ik prima mee functioneren. Maar twee keer achter elkaar zo'n blaasontsteking is, urineweginfectie is het dan eigenlijk. Dat is niet echt best. Maar goed. Ik dacht, ik ga jullie even op de hoogte brengen van dit treurige geheel qua vloggen. Maar ik heb er wel weer zin in, dus de komende dagen gaat goed. Ik heb bij Shein trouwens nog wat kleding gekocht. Over de stoel hangt het daar. Een deel. Want mijn hangertjes zijn op. Verder heb ik niet veel kleding. Helemaal niet. Dus ik denk dat ik morgen even, en misschien film ik dat wel even voor een deel, mijn kast een beetje ga uitzoeken. Zodat ik weer wat nieuwe kleding heb. Want ik weet wel dat er in mijn kast wel weer wat dingen zijn die weg kunnen. Want ik kan er wel hangertjes bij blijven proppen. Maar dat is ook niet helemaal de bedoeling, hè. Dus ik denk dat dat een mooi klusje voor morgen zal zijn. Daar heb ik nu echt even de puf nog niet voor. Want wat ik zeg, ik heb net even een deel in de kast gehangen. En daar krijg ik het al knapjes warm van. Goed, ik ben blij dat ik er weer een beetje ben. En ik vlog het weekend even lekker door. Zo, goedemorgen. Zaterdagmorgen. Het is vandaag de 10e augustus. Augustus alweer, jongens. Wat gaat die tijd toch hard? Dat is toch niet normaal? Voor je het weet zit je weer met de kerstboom. Ik vind het echt heel bizar. Maar goed, gelukkig gaan we in september nog een weekje naar Spanje op vakantie. Dus voorlopig heb ik nog het gevoel van zomer. Al zou je dat niet zeggen. Nou, ik ga even wat dichterbij rijden, want dat kunnen jullie natuurlijk niet zien. Ja, je begint het nu al een beetje te zien. En te horen, want ach, wat waait het hard. Maar dit is het weer vandaag. Op de dag dat ik me weer wat beter voel. Nou ja, hè? Ik heb mijn diamondbeen nog. En ik wil mijn kast even opruimen. Ik denk overigens dat ik dat niet ga filmen. Want, even wachten hoor. Nou ja, ik ben nog herstelling. Ik voel me eigenlijk wel weer goed. Maar ik wil dat gewoon even gedaan hebben zonder dat ik daar heel moet kijken, moet filmen. Ik laat jullie natuurlijk wel even het eindresultaat zien. Als ik het gedaan heb, dan zal ik even laten zien hoe groot de vuilniszak is die weggaat. En ik ga jullie natuurlijk wel even mijn nieuwe kleren laten zien als ik het allemaal uitgezocht heb. Dat doe ik absoluut. Dan ga ik vanmiddag even naar Laura en Roy. Dan hoop ik wel dat het droog is, maar ik heb even op buienradar gekeken. Als het goed is, wordt het vanmiddag wel droog. Dus is dit nu alleen voor de ochtend het geval. Dus dat hoop ik dan maar. Even lekker douchen. Nou, gewoon een relaxte dag. Wel, ja, even bijkomen van, bijkomen. Vind ik altijd zo raar, hè? Dan heb je weken.
zo, niet zo overdrijven. Daag op bed gelegen, dan moet je bijkomen. Maar je moet gewoon wel een beetje uitzieken natuurlijk. Niet te veel doen in ieder geval. Gewoon lekker een beetje in huis rommelen. Nou ja, dat ben ik ook wel van. Dus dat is helemaal niet erg. En dan ligt daar een paint. En ik ben nu niet verder, nog niet verder dan dit. Zie je? Dus die ga ik wel misschien nog wel even mee verder vandaag. Verder ben ik seizoenen van We zijn er bijna aan het terugkijken. Jullie weten, ik ben van het terugkijken van dingen. En dan het liefst zoveel mogelijk achter elkaar. Dus daar vermaak ik me ook gerust heel erg mee. En ja, we gaan het zien vandaag. In ieder geval wilde ik even goedemorgen komen zeggen. Zo, ik ben even boodschapjes bezig doen. Ik ga vanavond kippensoep eten. Die had mama lekker over van de week. En toen dacht ik, dan doe ik er wat bij. Maar ik heb geen trek in brood of zo. Dus ik heb lekker geitenkaasballetjes gekocht. En dan doe ik lekker komkommer. En ik heb nog paprika, tomaat en eventueel wat garnaaltjes. Dus nou, dat moet lekker worden, toch? En toen ik in de briefbus keek, zag ik dat er een pakketje was. En nou denk ik dat ik weet wat het is. En dat wilde ik wel even met jullie delen. Dus dat ga ik ook doen. Even kijken. Het is open. Ja, hier is het. Voor jullie nog een stukje. Zo moet ik het doen. Karton, maar dat is om hem te beschermen, wat heel fijn is. En ze zijn hier nog steeds bezig, jongens. Ik had gehoopt dat er misschien een bedrijf in zou zitten wat op zaterdag niet werkte. Maar helaas. Dus hier bij de beneden, nou, waar de benedenbuurman heeft gewoond. Die is overleden in december volgens mij. En ja, toen heeft het een hele tijd leeg gestaan. Ik ga jullie niet langer in spanning houden. In ieder geval, het staat al heel lang leeg. Is niet te verkopen of te verhuren, weet ik veel. Dus nu gaan ze het opknappen blijkbaar. Deze kleur kan je misschien al wat zeggen. Even, want dit is natuurlijk anders dan... Ik volg een YouTube kanaal. Zij heet Cherry Wallace. Ik heb het vaker over haar gehad. Zij is ook de inspiratie voor mij geweest om die tas te kopen. Dus het gaat over Harry Potter, jawel. En zij heeft ook hele toffe replica's in haar bezit. En dat betekent dat er... dingen uit de films zijn nagemaakt en die heeft zij dan gekocht. En ik heb een Nightpass ticket. Oh, maar zij heeft dan zo'n hele mooie, glanzende, mooie, zeg maar. En deze vond ik voor, geloof ik, 10 cent op AliExpress. Maar ik vind hem toch wel heel erg leuk. Ik ben er blij mee. Dus... dat dacht ik al dat die het was. Maar ik dacht dat er eigenlijk nog iets bij zat. Maar misschien komt dat nog. Want volgens mij had ik ook een ticket voor de Hogwarts Express. Dacht ik dat erbij zat. Maar nou ja, wat ik zeg, misschien komt dat nog. En ik denk, ik laat jullie gelijk even zien wat ik heb gekocht aan kleding. Dit shirtje is het eerste wat ik heb gekocht bij Shein. Vond ik ontzettend leuk. En ik heb de rest even aan de kast gehangen. En dan zal ik gelijk even laten zien hoe groot de schade is van de opruimactie. Onopgemaakt bed, bereid je voor. Oh, nou je ziet er niet veel van. Kijk, dit is wat ik ga weggooien. Zal jullie er even in laten kijken. Ja. Een hoop kleding die te groot is. Een hoop kleding die ik nooit meer draag. Nou, dat soort dingen. En dan heb ik hier, en dan moet ik het even tactisch doen, want het is hier natuurlijk niet zo groot. Dit shirtje. Wat ik ontzettend leuk vind. Ja, ik kan er niet ver genoeg van afstaan, dus ik moet het even een beetje zo doen, jongens.
Want ik schaam me dood, maar mijn statief ligt nog steeds in de auto. Deze vond ik heel erg leuk. Ben ik heel blij mee. Ik het zal allemaal weer terughangen in de kast. Deze vond ik ook heel erg leuk. Ik ga natuurlijk nog naar Spanje in september. Dus ja, dan kan het allemaal mooi mee. Is dit nu al kapot of... Oh nee, dat zijn gewoon dingen die horen zo. Die moet je... Oh, gelukkig. Je kan die dingen... Ik dacht dat het geknoopte... dat dit geknoopt was. Maar je kan blijkbaar... Hier kan je het zo bovenop knopen. Dan lijkt het alsof het geknoopt is. Dat vind ik eigenlijk nog leuker. En een stuk veiliger. En deze, die vond ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Mooie jurk. Alleen het stofje is echt, je kan het denk ik niet goed zien. Maar je hoort het misschien wel. Het is een beetje vliegerstof. Maar goed. Daar zijn de prijzen dan ook naar. En ik was even benieuwd. Ja, dat... Ik voelde ineens iets, maar er zit hier een ritsje in. Waarom weet niemand. Gaat die open? Ja, kijk, hij gaat wel open. Dat is om hem aan en uit te trekken. Maar ik kan hem zonder dat hij open is prima aantrekken. Dus dat doe ik gewoon zonder. Maar dat zijn dus de kleren die ik gekocht heb. Superleuk. Ik vind Shein wel een leuke... Ter afwisseling wel een leuke website eigenlijk. Maar ik ga natuurlijk binnenkort met Sarah shoppen. Voor mijn traject wat ik bij haar heb. Oh, ik ga zo even een haarband in doen trouwens. Ik heb een leuke met... stippen, die vind ik altijd wel leuk om te combineren met strepen. En ik had tegen haar gezegd dat ik mijn best zou doen om van tevoren niks te kopen. Ja, dat lukt mij dan toch niet, hè. Maar goed, mijn hangertjes waren op, dus ja, hè, er moest ook weer wat weg. Maar goed, ik zie jullie dadelijk lekker bij Laura en Roy. Dan ben ik bij Laura en Roy, vergeet ik nog die film te laten zien, want daar waren we hier voor. Want kijk, Diane is er. Hi. En die had de foto's nog niet gezien. Dus we hebben die foto's net hebben ze laten zien. Heb ik ze niet gefilmd. Nee, ga ik Laura maar even filmen. Hallo. Dag allemaal. Hoe is het? Goed. Beetje verkouden, een beetje hoofdpijn. We hebben nog geen ratje toe kunnen filmen. Nee, volgende week. De eerste dag van niet roken. Ben je gestopt met roken? Ja. Proberen. Dat is ook zo. Proberen. Knap hoor. Hoor. Nee. Gaan we af en toe even een update doen in de vlog hoe het gaat. Ja, is goed. Ja? Maar... Heb je er last van? Ja, ik heb hoofdpijn. Ja, dat kan heel goed. Ik en zal toch afkikverschijnselen krijgen of je het nou wil of niet. Dus als het te lang duurt, dan steek ik er een op. Nee, dan neem je maar een neut extra. Ja, oh nee, dat is ook niet Spanje, goed. Ja, een beetje. Wacht. Even uitzoomen, want anders dan... Even kijken hoor. Misschien die andere beter. Nou, dat maakt niet uit. Kast al kijken, het is echt een mooie kast. De deur hoort er ook bij, hè? Met de prijs. Ja, hier kijk ik op te komen bij de. Nou, hij vindt het erg lastig om te focussen. Hij focust op je handen. Dan moet ik maar een keer gaan kijken. Ah, ja, nou doet hij het wel. Kijk, daar lagen mama en ik. Even een weekendje weg zijn we. Papa. Ja, nog hadden we uitgerekend net 4 weken of zo. Ja, bijna nog 4 weken. Dan gaan we er ook naartoe. En dan gaan zij ook mee. Heb je er zin in? Ja, naar Spanje. Roy zit vol in het tegenlicht, dus die zien we niet echt. Maar hij is er wel. Ik ga hem leggen. Hoi. Nou ja, hij is hier met drie handen, Roy. Een stikkie of zo. Stik. Een draadje van iets. Maar goed, mag ik dan de foto's een keer thuis laten zien aan ze? Oh, je wil de hele film laten zien? Nou, nee, gewoon een stukje. Maar ik wilde het... Mag je wel 2 uur gaan zitten? Nee, 20 minuten duurt die. Maar ik wilde het niet laten zien als jullie er niet bij waren. Maar nou, wij met foto's maken vorige week over eten. Nee, is goed. Ja, doe dat wel een keertje thuis. Zo, ik ben weer thuis. Was even gezellig bij Lout. Ik ben al lang thuis hoor, want het is 8:30 PM. Mijn soep en salade waren lekker. En ik wilde gaan diamond painten, maar is er eigenlijk niet van gekomen. Ik ben een beetje, we zijn er bijna aan het terugkijken en klusjes aan het doen. Dan weer afwassen, dan weer dit, dan weer dat. Ik ben al lang blij dat ik weer wat
wat kan doen. Dus ja, wasje doen, even afwassen, even stofzuigen, nee, noem maar op. En ik wil iedere keer de deur openzetten, daar. Maar die waait iedere keer net zo hard weer dicht, want het waait me toch een partijtje hard buiten. Echt jammer, want met de zon, de temperatuur is gewoon goed. De zon is lekker, maar die deur wil niet open blijven staan. Van papa vraagt of hij die, nou dat is ook niet handig, want als die dranger kan je aandraaien, dan gaat die stroever dicht zeg maar. Dus dan zou die misschien wel open blijven staan. Maar dan krijg ik hem bijna niet meer achter me dicht. Omdat ik hem echt achter me dicht moet doen deze, omdat die plank daar natuurlijk ligt. Nou, schiet niet echt op, maar goed. Ik kan wel zeggen, hopelijk is het morgen beter, maar ik heb even naar het de weersvooruitzicht zitten kijken, hoe noem je dat? De voorspelling. Nou, dat is ook niet best. Het is een beetje zielig voor de kinderen die nu zomervakantie hebben, zeg. Jeetje mina. Ik weet niet of het in het hele land zo is, maar hier wordt het de komende weken niet wat. Maar goed, hopelijk trekt het nog bij. Mama komt morgen. We hebben vorige week natuurlijk dat fotoboek zitten maken voor Laura en Roy. En zij wil een klein boekje voor zichzelf. Dus of ik haar wilde helpen om dat te maken. Ja, dat wilde ik natuurlijk wel, want dat vond ik echt onwijs leuk om te doen. Dus dat gaan we morgen even zitten maken. Voor de rest kijk ik wel even wat ik morgen ga doen. Ik weet ook niet hoe laat ze komt hoor, maar jullie gaan het wel zien. Nou, ik kijk nog even 1 of 2 afleveringetjes en dan ga ik naar mijn bed. Want ja, het is leuk weer actief bezig zijn en fijn dat het kan. Maar het is nog wel een beetje vermoeiend, merk ik. Sorry. Dus nou, ik zie jullie gezellig morgen weer. Goedemorgen. Zondagochtend vandaag. Het is 11 augustus. En ja, het is altijd een beetje, met die oude camera kon ik dat toch beter laten zien. Als jullie weten hoe dat kan, moet je het me even laten weten. Want het zal vast een instelling zijn die ik dan kan doen. Maar kijk jongens. Dat ziet er toch een stukje beter uit dan gisteren. En weet je wat het fijnste is? Zie je die bomen? Die zijn een soort van stil. Beweegt nog wel iets. Maar niet meer zo achterlijk als gisteren. Jeetje mina zeg. Dat was echt niet normaal. En vannacht hier rond. En nu is het zo lekker stil. Oh, ik vind het altijd zo fijn als die wind gaat liggen. Jeetje. Maar goed. Ik heb net ontbeten. Ik heb me aangekleed. En nou even wachten tot mama er is. Dan gaan we gezellig aan het fotoboek beginnen. Daar heb ik ook zin in. Ik heb mijn nieuwe shirtje aan. Heel blij mee ook weer. Zit lekker. Dit is het enige een beetje normale stofje wat er tussen zit. Maar ik moet zeggen, ik heb gisteren van dat andere shirtje met dat hele gladde stofje. Ik heb er geen last van gehad. Dus nou, dat is alleen maar fijn. Verder heb ik hier, had ik nog niet laten zien, een doos shirtjes binnengekregen voor de skivereniging. Die zijn eindelijk binnen, dus die kunnen we gebruiken voor de open dag. 30 of 31 augustus. 30 augustus geloof ik. Dan ben ik er helaas zelf niet bij, want ik moet werken 30 augustus. Er is hier een festival waar ik ter promotie van mijn werk moet staan. Wat ik ook heel erg leuk vind hoor. Dus, maar ja, dan mis ik een keertje de open dag. En heb ik jullie verder nog wat te melden? Nee, eigenlijk niet. Ik wilde even goedemorgen zeggen. Ik zeg net tegen Suus via de app. Ik ga maar even jullie vlogs terugkijken, want van vlogs kijken is de afgelopen weken weinig gekomen. Ik heb natuurlijk heel veel Project Runway en daarna, we zijn er bijna zo gekeken. Dus ik ga beginnen met de vlogs van Suus, maar ik ben bij die van 22 juli gebleven. Het is nu 11 augustus, dus ik heb nog wel even te gaan. En ik paint daarbij even lekker, dus heel veel zin in. Ik ben de weekendvlog aan het editen die jullie nog niet gezien hebben. Die wil ik vandaag even online doen. Die had natuurlijk eigenlijk afgelopen woensdag online moeten komen. Maar ja,
toen ging het even niet zo best. Maar ik zou jullie ook nog even de trouwfoto's van Laura laten zien. Want we hebben natuurlijk het boek gemaakt afgelopen weekend. Het is nog niet klaar. Dus we hebben nog niet gezien hoe het geworden is. Vind ik echt heel spannend. Ik hoop dat het goed geworden is. Maar volgens mij heb ik dat al vast meerdere keren verteld. Er is ook een video gemaakt van de foto's of een soort edit of zo. Dan moet ik wel even mijn geluid uitzetten, anders krijg ik een enorme claim straks. Want er zit natuurlijk allemaal gezellige muziek onder, maar die mag ik helemaal niet gebruiken. Ja, het nummer van Wies mag ik gebruiken, dat zit er ook in verwerkt. Maar de rest van de muziek niet. Dus dat ga ik even laten zien. Kijk, ze hebben het me gemaild, dus ik ga even kijken of ik het jullie een beetje goed kan laten zien. Het ziet er echt heel erg tof uit. Ik ga jullie niet de hele video laten zien, want die duurt echt 20 minuten of zo. En nu word ik geappt. Dit is hoe die zeg maar begint. Oh ja, en nu hebben ze dus op deze manier... foto's. En ik laat alleen foto's zien waarvan ik weet dat de mensen erin willen. Dit worden echt foto's van zeg maar de fotolocatie. En daar staan alleen zij tweeën op natuurlijk, want het gaat om hen tweeën. Dit is de favoriete foto van mijn moeder, van mijn zus. En die vind ik eigenlijk ook wel heel erg gaaf. Ja, zo gaat dat maar door en door en door. Nou, dit is bij ons thuis nog. Dit zijn foto's van de fotolocatie. Het was een prachtige fotolocatie. Dat was echt zo tof. Dan zal ik gelijk even mijn favoriete foto laten zien. Oh, dat is eigenlijk ook wel deze, moet ik eerlijk zeggen. Oh, komt hij hier al? Nee. Want ik heb een... even een beetje doorklikken hoor. Ik kom zo bij jullie terug. Ik knipper er ook nog wel wat dingen uit. Kijk, dit is mijn favoriete foto van Laura. Hoe cool is die? Gaaf toch? Nou, heleboel mooie foto's van een hele mooie dag. Zoals je kunt zien. En dat was ook wel aardig puzzelen met de... We hebben bij dat fotoboek bij Hema laten maken. Dat werkte heel erg goed. Behalve dus dat hij er op een gegeven moment halverwege uitsloeg. Ik denk dat dat ook een beetje mijn eigen schuld was. Want ik denk dat ik hem te weinig had opgeslagen. Dat ik te veel in één keer wilde opslaan. En toen sloeg hij vast. Dus toen konden we opnieuw beginnen. Dat was wel even wat. Maar... ja, verder werkte het programma echt perfect. Mama komt straks om haar fotoboekje te laten maken. Misschien kan ik dan even, als ik het niet weer vergeet, wat beelden laten zien van ja, wat je er allemaal mee kan. Want je kan er allemaal achtergronden, kleurtjes. Nou, je kan er echt van alles en nog wat mee doen. Echt heel erg leuk. Maar deze edit, ja, die is gewoon gaaf. Die kunnen ze aan iedereen laten zien, vol trots. Het waren echt, ja, het zijn mooie foto's van een mooie dag. Waar ga ik jullie neerzetten? Want ik ga even afwassen. Dus ik dacht, dan zet ik er even een gezellig muziekje onder. Mogen jullie even meekijken? Is dit een lekker plekje? Jawel, hè? En morgen... Oh, morgen ga ik natuurlijk weer niet op met de auto naar het werk. Maar even een herinnering voor mezelf. Haal dat statief nou eens uit de auto. Want iedere keer dan... Mijn fluff zit in de weg. Hier zit dus een fluffje. Dus ik kan mijn hele beeld niet zien. Maar ik denk wat hier gebeurt, dat dat wel oké is. Zo niet, dan is het de schuld van mijn fluff. Maar dat statiefje moet echt een keer uit die... auto komen, want ik word daar helemaal gestoord van dat ik dat de hele tijd vergeet. Deze komt wel weer terug. Ik neem een
klein bak voor straks salade te maken. Hoe? Zo. Janneke is zo lief dat ze me even helpt met een video voor mijn werk. Dat is een video die ik al lang geleden gemaakt heb. Maar hij moet korter. En muziekje eronder en zo. Nou, dat muziekje eronder, dat lukt me nog wel. En dat korter maken natuurlijk ook wel, technisch gezien. Maar ik heb nou zo vaak naar die video gekeken dat ik niet meer zo goed weet hoe ik hem nou korter, sneller... Ja, op een gegeven moment weet je niet meer zo goed wat je eruit moet knippen. Maar goed... Gaat me even helpen, dus dat vind ik heel erg lief. Nu ga ik even afwassen. Zo, nou Janneke heeft me onwijs geholpen. Dankjewel Janneke, ben ik echt ongelooflijk blij mee. Ze heeft de video toch weer iets sneller weten te editen. En daar leer ik ook weer heel veel van, want als ik dan zie wat ze er nog uitknipt, denk ik, oh ja, het zijn net dingetjes die het dan weer wat ja, vlotter maken eigenlijk. Dus daar ben ik super blij mee. De video staat nu te renderen. En voor de rest, ja, ik heb lekker gegeten. Het restje pasta was heerlijk. Ik heb er zelfs nog van over. Dat staat nu in de vriezer. Salade was ook lekker die ik had gemaakt. Dus wat wil je nog meer? Ik ga lekker van mijn laatste avondje weekend genieten. Mijn brood straks maken voor morgen. En dan ben ik in ieder geval heel blij dat ik morgen weer aan een nieuwe werkweek kan beginnen. Want ik heb het best gemist. Ik heb het best druk. Dus het was niet. Het is nooit een goed moment om ziek te worden, natuurlijk. En je kiest er ook niet voor. En mensen zeggen altijd: ik heb geen tijd om ziek te worden. Nou, jongens, als je echt. Geloof me, maak er tijd voor. Want je sloopt jezelf als je het. Als je jezelf maar voorbij blijft rennen. Dat ten eerste. En ten tweede had ik dit keer ook de keus niet. Want ik lag echt met 40 graden koorts op bed. En was volledig de weg kwijt, dus kon ook gewoon niet anders dan dat. Dan zie ik jullie morgen... Nee, niet morgen. Voor jullie niet morgen, voorbij morgen wel. Begint de nieuwe week vlog. Nou, laten we hopen dat die dit keer een keer gewoon goed gaat. Hè? Dat zou toch heel fijn zijn. En ik zie jullie in de volgende week vlog. Dus bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. We gaan gestaag naar die 300. En doe je duim omhoog als je hem leuk vond. Had ik dat al gezegd? Had ik volgens mij al gezegd. Het wordt tijd om af te sluiten. Tot de volgende keer. Doei doei.